Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Leven in de Transitie. Dit is voor mij niet de eerste aflevering die ik deze dag gemaakt heb, want ik was net de hele opname aan het maken en toen uh, wou ik hem editen. En toen zag ik dat er iets mis is gegaan met de audio, waardoor je gewoon niet kan horen wat ik zeg in de hele opname. En toen dacht ik: Nou. Shit. <laughs> en ook een beetje frappant, want dit is dus de hele tijd wat er gebeurt deze week. En ook het thema wat ongeveer ging over waar de Helings TV uh, over ging. Ik merk ook dat ik nu een beetje achterdochtig ben van, doet hij het nu wel of gaat dit het zijn? Maar uh, ja, want wat ik, wat ik heel erg merkte, wat ik met je deelde, ik ga even gewoon de korte samenvatting doen, want ik ben echt super moe. Het is al kwart over negen en ik heb gewoon. Geen zin om weer een half uur lang een opname te maken. Oh, sorry, sorry, helaas. Um, en het was ook, nu is de zon onder en daarnet was hij er nog en het was hier zo heerlijk warme, gouden gloed en het voelde helemaal de perfecte setting. Um, maar het was anders. Wat ik met je deelde in die aflevering is ook dat ik dat gevoel heb tegenwoordig dat um, als ik in mijn alignment leef dat. Er ontzettend veel magische dingen gebeuren dat er echt allerlei toevalligheden op mijn pad komen die het leven zoveel makkelijker maken dat ik op vrijdagavond dacht oh ik wil eigenlijk binnenkort naar deze plek toe en dan de volgende ochtend iemand die zegt hé hey, ik moet naar die plek toe wil je wil je meerijden echt bizarre dingen um, maar ook dat als ik niet in mijn alignment leef als er ook maar een klein stukje is waar ik in patroon ga misschien dat ik iets te veel werk vandaag dat dan ook meteen het heel snel ontploft. Dat er allemaal technische errors zijn. En um, ja, best wel, veel, best wel veel gekke dingen. Of dat ik dan iets doe en dat het gewoon nergens op, op neerkomt. En ik denk dat dat voor mij wel de, de, een van de grootste lessen is die ik op dit moment door aan het gaan ben. Om nog weer, nog weer een laag meer echt te vertrouwen op mijn stromen en dat te zetten boven waarvan mijn hoofd denkt nee dat moet vandaag af dat moet echt gebeuren en ik geloof bij al deze dingen in een balans van er zijn gewoon dingen die ook wel moeten gebeuren we, hebben, we leven ook nog gewoon deels in een oude wereld en daar moeten we ook nog iets mee um, ja en ik denk dat ik de behoefte voel om dit te zeggen omdat ik de laatste tijd sowieso wat meer behoefte voel Um, jullie maken trouwens nog helemaal kans op dat ik hier wel weer een half uur dingen ga zeggen. Dit is echt. <laughs> nou ja, de patronen van vandaag. Lucy is een beetje werkverslaafd. en een beetje gewoon heel erg verliefd op haar werk. <laughs> um, maar, oh god, en dan heb ik weer mijn zin kwijtgeraakt. Die ik nooit, uh, nooit terugvind door te proberen te bedenken wat die is. Het voorbeeld hoe, hoe ik deze week aan het loslaten ben: dat ik iets voor elkaar moet krijgen. En meer aan het wachten van: Universum, vertel me maar wanneer het tijd is. En uh, een deel van mij vindt dat heel eng. Ik ben natuurlijk niet voor niks te veel aan het werken soms. Of mijn hoofd erboven zetten. Oh ja, ik heb de laatste tijd een beetje de, de neiging uh, om, om alle. Alle blinde vlekken die ik in de spirituele wereld zie... om die even gewoon te pinpointen. Ja, iets in mij is geloof ik een beetje op een missie geslagen daar... per ongeluk of per ongeluk onbewust. Ja, zeg maar, het, het gebeurt een beetje door me heen. Um, ja, ik denk dat het tijd voelt om gewoon open te, wat opener te zijn. Volgens mij is het gewoon tijd dat we ook als spirituele community... dat we even allemaal, even allemaal een stap hoger gaan. Uh, dat er gewoon... Ja, soms hangt er wel een beetje zo'n ding rond in bepaalde spirituele kringen. Dat uh, wij, wij verder zijn en wij het beter weten. Wat op sommige plekken waar is. En tegelijkertijd hebben we hier ook allemaal gewoon nog steeds onze patronen en onze blinde vlekken. En dan is het soms goed om daar ook even naar te kijken. En ja, dat ik soms voel van. Ik, ik wil dat even benoemen omdat het zonde voelt om. Uh, uh, te doen alsof dat er niet is. <laughs> Want het is best wel, best wel vervelend hoor. <laughs> Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Um, ik, had het, ik had het deze week nog. Dat, um... Ja, de, ik, 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 ik denk dat ik er nu niet op inga, omdat het gewoon, ik niet een lange video wilde maken. Maar ja, er, er kunnen wel dingen gebeuren rondom spirituele blinde vlekken die gewoon niet zo fijn zijn, die niet zo eervol zijn naar andere mensen toe. Dus ik denk dat het helpend is als we daar allemaal lekker uitstappen. Um, ja, dus um, voor mij ging, ging best wel veel deze week. <laughs> ja, ik merk ook dat ik helemaal geen zin heb om dit nog een keer te vertellen. <laughs> ik heb ook ergens. Uh, ja, dat. dat ja. Iets, iets in mij toen ik. Ik loop helemaal vast in mezelf. Ja, toen ik... Oh, dit is ook waarom het minder gezellig is. Omdat mijn computer een beetje gaat van het is bedtijd. En dan wordt het scherm ook minder kleurrijk. Dus misschien zou het leuk zijn als de video bij jou nog wel wat kleur heeft. Oh my god, ik heb echt het gevoel dat het nergens over gaat. Ik heb alleen maar zin om te praten over leuke dingen. Dat kunnen we ook gewoon doen natuurlijk. Dat we deze aflevering noemen. Leuke dingen. Klaar. Ten contrast van het workaholic zijn. Um, ik heb ook het gevoel dat ik het gewoon helemaal niet meer, niet meer goed kan, kan zeggen nu of zo. Dat, uh, ik heb gewoon het verhaal net al gedaan. Ik ben moe. Ik vertel in die aflevering die je nooit gaat zien, omdat het geluid niet doet. Ook dat ik. Dus van ik Ik heb gewoon en heel veel leuke sociale dingen gedaan dit weekend. En de rest van het weekend heb ik gewerkt. Omdat ik aan het bevallen ben van drie projecten tegelijkertijd. Het is best wel. Ja, net als echte bevallingen, vermoed ik. Zo van, wow, wat een wonder en wat gaaf dat die projecten in de wereld komen. En jezus, wat vraagt het veel. En het is een beetje te veel in één keer om, uh, om drie kinderen tegelijkertijd in de wereld te zetten. Um, maar ik wilde het graag. En ze hebben zo lang zitten wachten totdat er genoeg ruimte was in mijn bedrijf om geboren te kunnen worden. Dus toen voelde ik, ja, ga het gewoon alsnog doen. Dus daar draag ik nu de consequenties van. En dat is, uh, is oké. Okay. En dat uh, vraagt wat. En het zorgt ervoor dat ik nu bijna om half tien denk, ik wil lekker mijn bed induiken. Ik wil niet meer dingen vertellen die ik net al aan je verteld heb, maar die kapot zijn gegaan door technische dingen. Ja, dus ik heb eigenlijk veel meer zin om over alle leuke sociale dingen te kletsen die ik heb meegemaakt. <laughs> Oké, okay. wat wel heel cool was. Dit is waarom ik wel verslaafd ben, omdat er toch nog iets nuttigs gezegd moet worden. Ik, ja, ik heb ook echt het... Nou ja, dat is wel grappig. In mijn vorige video zei ik, ik ga maar eens gewoon afronden met... Een soort van een kortere, kortere video dan normaal, waarin ik het gevoel heb dat ik meer zou willen zeggen. En dat, dat ik, um, ja, ja, meer of zo. Laat ik eens een keer minder doen dan comfortabel voor me voelt. En dit voelt een precies een andere manier om uit mijn standaard patronen te stappen. Om gewoon een onnuttige, onnuttige leven in de transitie TV op te nemen. Ja, en dan kijk ik natuurlijk dus het deel in mij in dat zegt. Maar we moeten wel nuttig zijn, Loes. Je kan het niet maken naar die mensen toe om alleen maar over je eigen leven te gaan praten. <laughs> niet dat deze hele serie daar niet over gaat, trouwens. Maar dan kan ik nog een beetje goed praten. Omdat het gaat over helingsprocessen en dat uh, dat heel helpend is. Ja, dus dan wil ik allemaal dingen, dan, dan wil ik er nog even tussendoor fietsen, zo, zo gaat mijn innerlijke workaholic dan. Gaan we nog even vertellen, dit is waarom mijn video's altijd dus veel te lang zijn, want er nog even dit en dit. Dat, en dat is echt hoe elke dag, van, nou niet elke dag van mijn leven, maar als ik niet uitkijk, als ik in mijn patroon zelf leef, dan, dan is dit hoe het bij mij gaat. Oh, we doen nog even dit en vervolgens is Loes nog steeds aan het werken in de avond, terwijl ze had voorgenomen om, om drie uur s middags te stoppen. En tegelijkertijd ben ik ook echt heel veel vooruitgang aan het boek. <laughs> en heel veel mooie inzichten. Ik had echt een superleuke sessie met mijn innerlijke kind in het park daarnet. Um, zij was best wel verdrietig en teleurgesteld in het leven. En van: Oh, waarom gebeuren sommige dingen niet zoals ik wil dat ze gebeuren? Waarom, waarom is het leven er niet voor me? En toen hebben we een super mooie ceremonie gedaan. Waar we, waar we een kampvuur van licht hebben gemaakt met elkaar. en onze wensen aan het leven in het licht hebben gebracht. zodat ze nu het universum ingaan. En het was gewoon heel goed en helpend om haar even echt te zien en te horen. Ik denk dat ze de hele tijd al een beetje. Ik kan me ook voorstellen dat, aan mijn zijde hing wou ik zeggen, maar dus ik denk dat dat ook een beetje is hoe het gaat. Je bent zeg maar iemand die van drie kinderen tegelijk aan het bevallen is. En ondertussen heb je nog zo'n vijfjarig kind dat ook eigenlijk nog aandacht nodig heeft. En dat dan tijdens de bevalling een beetje, um, een beetje te weinig aandacht krijgt. Dus het voelde heel goed om even weer met haar te zijn vanmiddag. En het park was zo mooi. Zo'n mooie zon en de natuur. En het is me gewoon heel goed om daar weer even, daar weer even op te laten en laden. En dat ik dacht, oh ja, zie je wel, Loes. Je weet wel wat je stroom is. Je weet wel wat je te doen hebt. Je bent alleen soms een beetje te veel jezelf aan het wijsmaken dat je nuttigere dingen moet doen. Maar ik voel ook echt dat ik dit patroon op een diepere laag aan het doorbreken ben deze, deze week. Um, ja, dus wat dat betreft voelt het ook gewoon heel goed en helpend. En. Um, hoopvol, heel erg hoopvol voel ik me. Dat ik gewoon snel zie wat er gebeurt, wat het me kost om te veel in mijn patronen te leven. En dat ik er best wel snel weer uit aan het stappen ben. En dan komt weer die magie, dat uh, ik weet ondertussen echt niet meer wat ik in mijn vorige video gezegd heb. En in deze intro tot nu toe. Dus dit wordt echt een beetje een... Nou ja, we zullen zien wat het wordt. Maar dan, ja, dan kom ik weer in dat gevoel van... Ja, als ik één stap uit mezelf doe, als ik maar een klein beetje afwijk van wie ik werkelijk ben, dan ontploft de boel. Maar als ik erin terugstap, dan gaat het ook heel snel heel goed. En gebeuren er zulke gave dingen. En uh, ja, kan ik opeens bergen verzetten waar ik een jaar geleden nog niet toe in staat was. Hens het feit dat er überhaupt drie kinderen geboren worden in mijn leven. Werkproject kinderen, voordat ik weer iets zeg waarvan iedereen straks nog. Ja. Straks nog zegt gefeliciteerd. Weet je wel dat je moeder wordt? Oh my god. Ik heb echt nog wat patronen te heden voor ik er toe ben om moeder te worden. En een leuke prins te vinden ook. Um, ja, waar ook leuke dingen gebeurden dit weekend. Maar ik durf er niks over te zeggen. Ik dacht, oh, ik heb eigenlijk heel veel zin om over wat ontwikkelingen in mijn liefdesleven te delen deze week. Um, en toen had ik allerlei redenen om dat nog niet te doen. Voor het geval, heel toevallig mensen hier zouden meeluisteren die mij persoonlijk kennen. <laughs> maar misschien komen de details later, afhankelijk van hoe dit zich ontwikkelt, <laughs> um, ja. Um, Ja, joh, um, ik heb um, ondertussen zo'n gevoel dat ik eigenlijk nergens meer zin in heb. <laughs> dit is dus wat er gebeurt en dit is echt patroon in wording dat ik vijf minuten geleden nog dacht: oh ja leuk, ik heb eigenlijk zin om over het feestje te praten waar ik dit weekend was. Um, en dat ik dat nu. En dan gaat mijn patroon zo van oké, okay, maar laten we dan eerst dit nuttige ding vertellen. Want het moet wel nuttig zijn. En dan ga ik dat doen. En dan aan het eind van dat verhaaltje ben ik zo moe. Ik ben nu ook echt, echt gewoon moe van überhaupt dit hele patroon ook. Um, dat ik dat ik niet eens meer zin heb in dat ding wat ik eigenlijk ging doen. Dus dit voelt ergens een beetje als de, de meest belabberde transitie TV aflevering tot nu toe. Maar dat is vast niet waar. En anders is het denk ik bijna een beetje, een beetje um, de bedoeling van Transitie TV dat, dat er slechte afleveringen tussen zitten. Omdat dit gewoon de ruwe, spontane achter de schermen is. Um, met heel veel echtheid en heel veel willekeurige dingen. <laughs> ja, heel veel uitweidingen en. Um You never know what you're going get. Voor hetzelfde ga ik gewoon praten over de feestjes. Ik weet ook niet goed... De, in mijn, oh ja, daar waar ik dan ook van. In mijn vorige aflevering had ik het zo, zo goed voor elkaar. Ik had echt leuk over dat feestje verteld. Op een manier die klopte. Terwijl als ik niet... Um, er, er, zit, er zit ook een deel in mij dat gewoon wil opscheppen. Over hoe leuk het feestje was. En, en dat... Um, en dan ook weer een deel dat ze is van oh, je mag niet opscheppen. Of straks hebben ze door dat je opscheppen. Want je hebt allemaal bewuste mensen in je publiek die kijken recht door jouw patronen heen. Dus weet je wel dat. <laughs> oh mijn god, ik bedoel, dat is sowieso echt een fijn idee. Om gewoon überhaupt dat ding los te laten. Dat ik zelf geen patronen zou mogen hebben. Omdat ik teach in patronen loslaten. Weet je wel dat. Nou ja, en ik denk dat dat een beetje nog steeds het kernthema is van mijn hele transitie-TV-reis. Om gewoon daar echt oké okay mee te worden. Dat je. Dat je de hele loes ziet. Um, ja. ja, gewoon dat. Oh, ik heb zo'n zin. Zo'n zin om hier allemaal meer met elkaar te zijn. Ik voelde dat. Ik voelde dat op dat feestje. Omdat, uh, en, en ook op, op mijn festival, dat ik nu dus deze zomer ga doen. Dat, dat ik echt voel. Oh, het wordt allemaal zoveel tastbaarder. We zijn hier met elkaar in Nederland en in België. En, uh, en ook nog een, een iemand uit Frankrijk, de, geloof ik, die naar mijn festival komt. Echt super tof. Maar wat ik zo leuk vind aan Nederland is juist dat het hier zo. Alles is zo knus en dicht bij elkaar. En hoe sterke community kunnen we daarmee wel niet bouwen? Omdat we allemaal zo, zo verbonden zijn in deze super cute kleine wereld van Nederland. Um, ja, dat ik. Um, ja, ik heb gewoon zo'n zin in hier echt zijn. Juist als ik dan een soort van zeg van oh, weet je, de, juist de, de angst die mij ook van de hele loes laten zien. Inclusief de loes die er nog niet is. Of die wel eens fouten maakt of twijfelt. Dat het Die angst omhoog brengt maar ook meteen dat enthousiasme van. Oh my god, dat gaat gebeuren. Op mijn festival gaan mensen mij ontmoeten. En ga ik mensen ontmoeten. En gaan we echt. Echt het allerergst, het allerdichtst bijst in het echt <laughs> op locatie met elkaar, met elkaar samen kunnen zijn. Ik, ik oké, okay, ik heb echt de afgelopen maand super hard mijn best gedaan om niet als ik het over mijn verjaardagsfestival heb deze zomer, wat dus op locatie is, om het niet een echt festival te noemen. Want dat is wat mijn hoofd denkt: van, oh, dan doe ik een echt festival in de zin van echt, omdat het in real life is op locatie waar we elkaar in het echt zien. Maar, de, maar de, ja, dat kan ik niet zeggen, want als ik dit een echt festival noem... Ja, wat maakt dat mijn innerlijk licht e-festival, mijn online festival? Is dat dan een nep festival? Nee, weet je wel, dat ook niet. Dus ik heel hard mijn best doe om het nooit een echt festival te noemen. En dan, en dan ga ik Helings TV, Transitie TV aflevering opnemen. En dan, <laughs> dan gooi ik het er alsnog uit. <laughs> um, ja... Daar heb ik echt zoveel zin in. in dat het, ik, ik voel gewoon heel erg dat dat nu de tijd is. Dat het soort van tastbaarder en echter en dichterbij mag komen. Um, ook al zal het nog steeds gewoon het grootste deel van mijn werk online zijn natuurlijk. Maar ik denk dat er heel veel transformeert. En het zit dus ook op die verborgen plekken. Zoals dat ik dan dit weekend naar, naar het feestje was waar Loes voor op wil scheppen. Um, ja, dat was de, de cd-release uh, van, van Eline Bierling. Uh, die ook op mijn uh, niet-echte <laughs> in een lichtfestival <laughs> heeft gespeeld. Ik heb geduurd het dat ik Eline beledig en mezelf als ik dit zeg. <laughs> um, ja, en waar we maar wel even allebei opgetreden hebben voor 20.000 mensen. Dus het is maar wat je niet echt noemt. Maar um, goed, ik, ik was uitgezant mij uitgenodigd voor de, voor de release van haar eerste album. Um, super mooie nummers maakt Eline trouwens um, en uh, ik hoop dat ze volgend jaar op mijn innerlijk dichtie festival er ook weer bij is um, en um, ja, dus dat voelt dan gewoon als zo'n ding wat ik doe, omdat ik dat leuk vind om, uh, omdat ik haar ook wil steunen daarin en, toen, en daarna was er een soort afterparty met uh, ja, gewoon even drankjes, praatjes maken met mensen. En ik was er bijna niet heen gegaan, omdat ik geen zin had om alleen te gaan. Um, maar last minute uh, ja, kwam er dus net, uh, net een, een vriendin die mee wou. En dat ik ook nog met haar kon meerijden, ook van die magische universum dingen. En maar die, alle mensen met wie ik was, die waren, die waren verdwenen, die waren na het concert, wilden ze dus ons onder gaan kijken. En ik voelde, nee, ik moet gewoon hier op dit feestje zijn. Ook al had ik echt juist helemaal geen zin om in mijn eentje op een feestje te zijn. En dan weet, je, dan weet ik gewoon, dan nou komt een beetje van mijn verlegenheid omhoog. En de, oh, wat voor mensen zijn dat dan? En moet ik dan met mensen praten? Is het raar als ik alleen sta? Ik had gewoon even een te druk weekend om, om die challenge dan weer aan te willen gaan dit keer. Maar toen ik daar was en zij wilde naar de zonsondergang, wist ik opeens: ik wil daar niet heen. Hoe mooi de zonsondergang ook was die avond. Aan het strand in de duinen was het. Um, ik dacht: nee, ik moet hier op het feestje zijn. En, en ik heb. Met niemand, ik, heb niet eens ik ben niet eens aan toegekomen om te denken of ik op mensen af kon stappen. Ik heb daar gewoon gestaan en dan gewoon deed het. Gingen mensen naar mij toe en zeggen: Hé, hey, jij bent Loes van online en van de meditaties, van je nieuwsbrief, van het Inner licht Lichtfestival. En gewoon echt, ik, ik denk meer dan, ik denk bijna tien mensen of zo hebben dat gedaan. Op een, ja. Um, dus dat zijn ook van die dingetjes. Dus een, een deel van mij wil daarover. Nou, ik weet niet of ik het daarover wil opschrijven. Maar nee, ik wil het gewoon delen omdat ik het zo vet vind. Ik vind dat echt heel leuk. Ik, dat, het voelt gewoon als een cadeautje. Dat ik, soort van, dat ik nu weet hoe dat is om een soort van een beroemd persoon te zijn. Dat, af en toe word ik ook herkend op straat en zo. En, en op Oero Festival werd ik ook verrassend vaak herkend, vond ik zelf. Er waren ook drie mensen die, op die, die me herkenden. Terwijl ik dan dacht, ja. God, dat is best wel een no normale wereld ook of zo. Zeg maar op een spirituele workshop of event, dan, dan weet ik dat het kan gebeuren. Um, maar op straat of zo, één um, keer gebeurde het in de sauna. Dat was echt super grappig. Ik heb wel van die plekken waarvan ik denk van, oh shit, weet je wel, als, als ik bijvoorbeeld in mijn eetverslaving zit en mijn hele mandje ligt vol met allemaal ongezonde troep. En dan denk ik, oh my god, ik zou nu maar dat iemand zo mij herkent, weet je wel, en dat dan niet zegt, maar dan ziet hoe ik eigenlijk ben. <laughs> um, maar ja, ik vind het gewoon best wel vet of zo, om aan de binnenkant, ik had nooit echt zo heel erg de droom om beroemd te zijn. Ik had wel een vriendinnetje op de basisschool die echt dat wilde. Maar ik vind nu toch best wel kikker of zo. Ik vind het wel heel grappig. Het is zo'n nieuw avontuur. Um, dus eigenlijk wil ik gewoon uit heel veel blijdschap daarover delen. En dat mag dan niet van mezelf. Juist omdat ik mezelf, omdat ik zo ben van: oh, ja, kan je toch niet. Je kan toch niet soort van tegen mensen gaan zeggen van oeh, ik word heel vaak herkend. En dat is zo leuk. <laughs> Weet je wel. En dan, maar doordat dat niet mag, wordt het juist een beetje raar en opschepperig en awkward. En dan raak ik helemaal met mezelf in de, in de knoei. Dus uh, ja, dat, dat soort dingen. Uh... ...gebeuren er dan. Um. Maar ja ik, ik vond, ja, ik vond het wel heel leuk... ...om daar dan weer aan te merken van... ...dit is hoe verbonden we eigenlijk allemaal zijn. Dit is... Uh, ...en ook ja, nog weer wat meer echt te voelen... ...wat mijn werk doet. Waar ik het volgens mij vorige week ook over had. Het, het, zal, het is natuurlijk ook allemaal een beetje een vervolg van... ...het je waarde voelen thema. Hoe zichtbaarder je wordt. Hoe, en hoe zichtbaarder bedoel ik echt... soort van ...hoe echter het contact wordt waar ik heel erg op ingetuned ben nu... omdat heel veel van mijn festival daarover gaat... hoe echter het wordt en je echt soort van... weet je wel, dit, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen... maar er is... je kunt, je kunt fysiek bij... online is natuurlijk nog best wel een afstand... en dan als je fysiek bij elkaar gaat zijn... is het opeens van wow, mijn lichaam is bij jouw lichaam... dat is best wel een ding. En dan is er ook nog een soort van... oké, okay, maar ben je ook nog eens helemaal thuis in je lichaam? Ben je ook nog eens helemaal fully embodied? Helemaal tot aan het randje van je huid... Volledig aanwezig hier. En misschien zelfs nog daar voorbij in je energieveld. En dan in contact met een ander. Oeh, dat is echt. Het roept alles aan alle kanten op. Het is net als die NN van mijn technische errors en andere dingen. Het, het is, het is. Zoveel enger. Het is zoveel spannender. Het is, oh mijn god, nu ziet iedereen mijn chocola in mijn mandje laden. En veel te veel ook voor één persoon om te kopen. En dat, en dat is zichtbaar, weet je wel. Nu laat je scheetjes en mensen merken het. Um, nu verspreek je, mensen merken het. Nu, dit is gewoon kwetsbaarder. Um, juist omdat je helemaal gezien en ervaren kan worden. En het is ook zoveel cooler. Het is zoveel. Zoveel kracht schuilt erin, zoveel mogelijkheden, zoveel prachtige verbindingen en samenwerkingen en samen de hele wereld mooier maken schuilt daarin. Um, dus ja, dat, ik, dat is waar ik heel veel enthousiasme over voel en wat ik heel erg merk dat in mij als eigen thema leeft. En meestal als, iets in een, als een thema in mij leeft is het ook iets wat leeft um, of relevant is voor de mensen die, die in mijn community zijn. Um, en ik, ja, ik heb gewoon zo ongelooflijk fucking veel zin om bijvoorbeeld op het festival en ook nu weer met de nieuwe ronde van de Lichtacademie en met mijn mentorschapsgroep waar ik ook allemaal over ging vertellen in mijn vorige video. En toen was het allemaal weg, maar ik ga een, klein, een klein, super klein groepje van, van ambitieuze. Dromers, wereldverbeteraars en/of ondernemers. die. Weet je, de wereld willen helpen met wat ze doen. en voel ik dat nog groter neerzetten. Die ga, ik, die ga ik komende tijd begeleiden. Dat ga ik ook deze week openen. Een van de drie kinderen. waar ik. de projectkinderen. waar ik van aan bevallen ben. Ik weet ook echt nu niet meer. of ik daar nou in deze video over gehad had. of niet. Um, maar. Um, ik denk het wel, hè. Ik denk het wel. Um, ja, op al die plekken. Op al die plekken. Het zoveel. Oeh, het echt te gaan doen. En het voelt ook alsof het daar tijd voor is. Want de wereld om ons heen gaat ook echt zijn ding doen. En het is tijd om in het licht te stappen. En daar te blijven staan, no matter what. En dat gaat zo ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik heb niet eens een woordje voor hoeveel meer krachtig dat gaat zijn. Als we dat samen doen, in plaats van in ons eentje. Dit. En niet omdat je in je, je eentje niet krachtig bent, maar juist omdat jouw kracht multiplied. wanneer je hem verbindt met andere mensen. En hun kracht ook. En de kracht van dat veld weer. En we elkaar zo kunnen steunen en opvangen. wanneer we samenwerken. Dat, uh, ja, ik vind dat altijd zo'n mooi beeld. Dat gevoel alsof de aarde donker is en dat er overal lichtpuntjes beginnen te schijnen. En dat als er één lichtje is die het even wat, wat zwakker straalt, dat de andere een beetje, een beetje bijlichten. Uh, waar Eline ook heel mooi over, over deelde en zong tijdens haar concert. En ja, wat ik zelf ook heel erg van binnen voel. Dat um, elkaar als community opvangen. Elkaar als community dragen. Zodat we allemaal overeind kunnen blijven. En sneller herstellen, sneller weer terug zijn in ons licht. En daarvanuit weer anderen kunnen dragen. En weer de community sterker maken. En ik voel gewoon zo tot in mijn vezels dat dat onderdeel is van wat ik nu te doen heb. En het is in die dingen als zo'n feestje waar ik merk hoeveel mensen mij kennen en geraakt zijn door wat ik doe. En geholpen zijn door wat ik doe. En, en mijn festival en een mentorschapsgroep. Het zijn al dat soort dingen dat, dat ik zo, ja, voel. Dat dat aan het gebeuren is, dat ik dat aan het doen ben in deze tijd, dat we het aan het doen zijn en, en dat het zo ongelooflijk helpend en gaaf en bijzonder is. En ja, het vraagt een hoop om al die dingen te doen in mijn leven. Om al die dingen aan te bieden, om al die projecten in de wereld te zetten, om lichtacademies te creëren en festivals en mentorschapsgroepjes. En ik doe het zo fucking graag. En ik ben bezig met wat, wat workaholic neigingen, wat patronen in waar ik het te veel doe omdat het moet aan het loslaten. En mijn stroom blijven volgen en daar wordt het alleen nog maar beter van. Dat weet ik wel nu al zeker. Um, maar tegelijkertijd zo 80% ervan gewoon pure liefde voor dit werk doen en deze aarde. En, en, en voor die stroom in mij die gewoon roept dit is wat ik wil doen. Dus dat is wat ik volg. Ja. En als ik dan ceremonies doe met mijn innerlijke kind in het park. En ik durf opnieuw. Ik denk dat ik voor het eerst echt voelde. Ik geef mijn bedrijf aan het universum over, aan het leven. En mijn bedrijf is soort van. Oké, okay, van alle. Ik wil zeggen van alle kinderen, maar dat is niet waar. Want mijn innerlijke kind is misschien nog wel echt. Meest dierbaar, maar weet je wel een project over geven of hoe, hoe een e-mail of een video aan gaat komen bij mensen aan het leven geven? Dat kan ik dan nog wel, maar echt van mijn hele bedrijf zeggen: Oké, okay, leven, ik geef het over en dat betekent dat ik alles kan kwijtraken wat daar mijn dierbaar in is en dat betekent dat uh, het, het ten volste kan bloeien nog voorbij wat ik in mijn eentje zou kunnen. Uh, weer dat gevoel van we zijn zoveel sterker samen. We zijn ook zoveel sterker als we samenwerken met het leven zelf. Ja, dus dat voelde echt super mooi en helend. Om, uh... nou, nu is mijn video nog langer geworden dan de eerste die ik had opgenomen. Uh. <laughs> Dit is ook trouwens je helingsreis: dat je heel goed je patronen inziet en ze dan nog duizend keer opnieuw precies herhaalt. <laughs> welkom to the club. <laughs> stapje voor stapje komen we er wel. Ja, maar dat voelde gaaf om het gewoon over te geven en te voelen: wow, ik kan dat. Er is genoeg in mij losgebroken deze week om te zeggen: ik doe niet meer die oude manier. Ik ga het niet allemaal proberen voor elkaar te krijgen door, door hard te werken, maar door het te laten ontstaan. En het is een vallen en opstaan: een vallen en opstaan. Mijn workaholic heeft het een beetje moeilijk in deze tijd, want ze wil zo graag blijven en me beschermen voor alles wat er mis kan gaan als ik niet hard genoeg werk. En ik ben in een nieuw leven aan het stappen waar dingen zoveel moeitelozer kunnen gaan. En ik eigenlijk veel meer kan betekenen voor, voor mezelf en voor de wereld. Dus dat. Dankjewel dat je hier bent. Als je op de hoogte wil blijven van alle projecten, alle kinderen die hier geboren worden. En de manieren waarop ik je kan supporten in deze tijd. Voel je van harte welkom op www.meraloes.nl En um, ja, ik zal een linkje onder deze video zetten voor um, waar je mijn festival kan vinden. Waar je je kan inschrijven als je interesse hebt voor mijn mentorschapsprogramma. En of de lichtacademie zelf. Um, dit is echt de laatste, laatste kans voor de, um, de wachtlijst van de lichtacademie Academie, waarbij je extra korting krijgt als je op je met, waar je met extra korting aan de lichtacademie Academie kan deelnemen. Want deze week gaan we de deuren openen achter de schermen, alleen voor iedereen op de wachtlijst. Um, en dat is ook waar waar we de mentorschaps uh, mentorschapsprogramma gaan openen. En alleen als er plekjes overblijven, dan uh, dan open ik hem later ook uh, publiekelijk. Um, ja, wat, uh, wat nog meer? Niks meer. Gewoon dat. Ja, ik zet de linkjes onder deze video. Ik vind het leuk als je in de reacties wilt delen wat jij uit deze aflevering haalde. Wat er waardevol voor jou was. En, uh, en wat je verder ook maar wilt delen, want dit is het kletspraatje. Voor niet alleen mij, maar ook voor jou. Um... Leuk om van je te horen. Ik lees veel dingen. Ik reageer meestal niet. Omdat ik daar te veel reacties voor krijg. Maar ik waardeer het wel super als je, als je dingen deelt. Um... Ja, en dat is het voor nu. Ik ga naar mijn kinderen toe. Mijn niet-echte kinderen. <laughs> mijn, uh... en dat zijn mijn konijnen, niet mijn kinderen. Die dat lawaai maken. Ik weet niet hoe je dat hoorde. Uh, ik ga naar mijn werk. Nee, ik ga niet naar mijn werkprojecten toe. Tenminste, ik ga nu lekker slapen. Maar. maar... Ik ga uitloggen van YouTube en naar mijn lieve, lieve projecten verder die in de wereld geboren willen worden. Daar kun je mij vinden als je er ook bij wil zijn. Check de links onder deze video. Tot ziens!